daar binnen in die steen zat hij. De 11-jarige Nazir en de 12-jarige Kevin waren hier gisteravond met een metaaldetector aan het spelen. Het terrein was niet afgesloten en ze zagen geen gevaar. Maar op een gegeven moment kwamen ze allebei vast te zitten in de modder. En hier gingen jullie erdoor dus? Nee, we gingen, maar deze kon je ook doorheen, maar we gingen hier langs zo. Oké. In één keer toen was ik hier zo en toen zag ik niet meer. Toen ik ging zitten, toen zag ik was hier. Toen kwam ik hier zo. Ik was helemaal schuin. Nou, hij vroeg de hele tijd aan mij of hij hulp wil halen. Of ik hulp wil halen. Maar hij was niet bang. Hij zou gewoon wachten tot ik... Maar hij was ook niet in paniek. Dus dat was wel goed eigenlijk. Kevin wist zich los te wurmen en na 2 uur te hebben vastgezeten kwamen de hulpdiensten om Nazir uit de modder te trekken. Wat is nou het gevaar van drijfzand? Ja, als je het, zeker als het donker wordt of als je het niet ziet, dat je wegzakt. Ja, en dan zit je vast. Kun je er eigenlijk in verdrinken? Ik heb begrepen dat niet lukt, want je zakt vaak tot je middel en dan houdt het op. Zou jij hier nog gaan spelen? Nee, want ik vind het wezen te gevaarlijk, maar ik mag ook niet van mijn ouders. Ben je erg geschrokken? Ja. Zou u vinden dat het afgesloten moet worden? Gelet op het ongeval van gisteren zou ik ze dringend adviseren om daar wel maatregelen te treffen, zodat het niet meer kan gebeuren. Of dat ook gaat gebeuren, is nu nog niet duidelijk.